Wil niet iedereen populair zijn? Sommige mensen worden populair geboren. Sommige mensen kunnen zelfs nauwelijks populariteit bereiken. En sommige mensen krijgen populariteit opgedrongen. Zoals Ivy. Zij is de heetste meid op de universiteit. Iedereen wil haar zijn. Of bij haar zijn. Maar het is moeilijk om echt dicht bij haar te komen. Zeker als je een willekeurige loser bent. De naam van deze jongen is Tom. Niemand mag hem. Eigenlijk haat iedereen hem. Ivy kan dat niet begrijpen. Iedereen houdt van haar. Maar zelfs de meest populaire jongens, zoals Kevin, kunnen amper Ivy's aandacht krijgen. Kevin heeft een grotere kans dan Tom. Dat wel, Kevin is veel populairder dan Tom. Maar geen van hen zal ooit zo populair zijn als Ivy. Arme Tom. Het gewicht van de rug van de voetbalaanvoerder was te veel voor hem. Hij is oké. Dit is niet zijn eerste rodeo. Hoe harder iedereen je negeert, hoe meer je opgemerkt wil worden. Dat is wat Kevin denkt. Hij is vastbesloten om Ivy's aandacht te krijgen. En ook al is hij vrij subtiel, Ivy is nog steeds niet blij. Ze geeft echt om haar persoonlijke ruimte. En als je daarin komt, word je eruit geschopt. Kevin, je moet Ivy's grenzen respecteren. Kevin is niet de enige met een oogje op Ivy. De verlegen boekenwurm, Tom, vindt haar ook leuk. Hij hoopt dat zijn liefdeselixer zal werken. Ook al heeft hij het nog niet geprobeerd. Hij gebruikt tenminste wetenschap om te proberen indruk op haar te maken. Tom wil zijn hersenen gebruiken om Ivy voor zich te winnen. In tegenstelling tot Kevin, met zijn spieren. Zelfs de kastjes kunnen Ivy niet weerstaan. Laat staan de jongens. Dit wordt een oorlog. Ze zouden alles doen om haar aandacht te krijgen. Zelfs een genetisch gemanipuleerd boeket maken dat haar zal bedekken met kussen. Maar Ivy is allergisch. In plaats van gelukkig te zijn, is ze woedend. Maar dat zal de jongens niet tegenhouden. Kevin wil zijn liefde voor Ivy bewijzen. Op dezelfde manier als hij zijn liefde voor Katie bewees. Nicole, Jessica, Julie en al die andere meisjes waar hij verliefd op was voor Ivy. Ivy maakt de jongens echt gek. Populair zijn is geweldig, maar je moet nog steeds studeren. Kevin heeft weer een onvoldoende. Terwijl Tom in de running is om de beste van de klas te worden. Voor het 5e jaar op rij. Al de leraren houden ook van Ivy. Dus geeft ze niet veel om studeren. Iedereen volgt haar op Tromgram. Van de conciërge tot de directeur. Met zoveel fans. Waarom zou ze zich zorgen maken over haar cijfers? En vergeet niet, Ivy heeft een geweldige stem. Als ze zingt in de douche, verschijnen fans en camera's om haar laatste meesterwerk op te nemen. Dit is gewoon een normale dag voor Ivy. Niet erg. Het is moeilijk om tijd voor jezelf te vinden als je zo populair bent. Ivy weet dat het zo is, maar ze is er nog steeds niet aan gewend. Wanneer ze alleen wil zijn, is er nog steeds iemand die naar haar kijkt. Tenzij Ivy haar fans hallucineert. Nou, ze hallucineert zeker niet Tom en Kevin. Kevin en Tom realiseerden zich dat het moeilijk zal zijn om Ivy's aandacht alleen te krijgen. Dus besloten ze samen te werken. Op een keer hebben ze haar zelfs gered toen haar hak brak. Dat was te gek. Het was alsof de wereld vertraagde voor Tom. En toen voor Kevin. Toen de tweede hiel ook brak. Het zag er raar uit van buitenaf. Maar in ieder geval is Ivy goed terechtgekomen.
Wanneer je een oogje hebt op hetzelfde meisje, moet dat wel leiden tot een conflict. Zelfs als je net een wapenstilstand hebt gesloten. Ivy kwam net opdagen op de sportschool. En Kevin moet indruk op haar maken. Niemand duelleert nog om meisjes deze dagen. Ze zullen voor haar moeten vechten. Spijtig genoeg voor Tom, heeft Kevin geen tijd nodig om een knock-out te slaan. Ook al zijn er normaal geen KO's bij pingpong. Tom heeft verloren. Ivy wordt hier ziek van. De jongens laten haar gewoon niet met rust. Ze begint te denken dat ze nooit zou kunnen wegkomen. Zodra ze van Kevin af is, komt Tom. Populair zijn is veel moeilijker dan het lijkt. Niets is zo populair als Squid Game. Deze drie doen er duidelijk aan mee. Eigenlijk zijn ze grote fans. Ze hebben zelfs maskers die laten zien hoe populair ze zijn. Maar niet iedereen houdt van Squid Game. Bijvoorbeeld de directeur. Hij maakte het tegen de regels om te praten over Squid Game op school. Dus wat gaan we doen? Tom zei dat zijn masker een wetenschappelijk project is. Maar het is niet zo goed gelukt. De leraar begrijpt zijn idee niet. Ivy is zo ongenaakbaar. De jongens hebben iets speciaals nodig om haar hart te doen smelten. Tom schrijft haar een briefje dat haar vertelt hoe hij zich voelt. Hij wil het aan haar geven. Maar net als zijn hart is zijn briefje echt makkelijk te breken dankzij Kevin. Eén klap en nu is Tom de brokstukken aan het oprapen. Terwijl hij afgeleid is, duikt Kevin binnen om het over te nemen. Hij is een charmante kerel. Maar Ivy denkt van niet. Toms tweede poging mislukte ook. Terwijl hij de brieven opraapte, heeft hij ze niet terug op volgorde gelegd. En nu heeft zijn briefje geen zin meer. Al wat Ivy voelt is woede. Jullie maken me ziek. Het is geen wonder dat ze kwaad is. De jongens zijn veel te opdringerig. Ze hebben zelfs in haar huis ingebroken terwijl ze sliep. Tom is niet de enige die het slimme plan had. Kevin had precies hetzelfde idee. Om haar kamer binnen te sluipen en haar te verrassen. Maar het werkte duidelijk niet. Ze hebben Ivy gewoon weer gek gemaakt. Al hun inspanningen zijn voor niets geweest. Misschien is het gewoon dat hun timing niet goed is? Het feest is een geweldige kans om Ivy's aandacht te krijgen. Zeker omdat dit haar feestje is. Haar feestjes zijn wel speciaal. Om binnen te komen moet je net zo populair zijn als de organisator. Als je niet zo populair bent, doe dan geen moeite. Want de bewakers kennen karate. En ze zullen je niet in de buurt van het feest laten komen. Je kan ze niet voor de gek houden. Ze weten precies wie ze door moeten laten en wie ze tegen moeten houden. Geloof je ons niet? Denk je dat Tom de bewaker voor de gek heeft gehouden? Nee. Dit feest heeft obers nodig. En de bewaker zag potentieel in Tom. Geen feest voor jou, Tom. Je kan maar beter werken. Deze dagen kan je populair worden op allerlei manieren. Er is zelfs een hele TikTok-klas op Trom Trom High. Waar je kan leren hoe je viraal kan gaan. En Ivy is de beste van de klas. Maar Kevin's workout posts zijn ook vrij populair. Hij is hier goed in. En natuurlijk is dit de enige klas waarin Tom faalt. En de kijkers kunnen het niet aan. Ze hebben zelfs de TikTok-politie gebeld en Tom werd verbannen. Totdat hij 3 trendy danspasjes kan doen. Misschien zou iemand anders Ivy al opgegeven hebben. Maar niet Tom. Zelfs niet na alles wat hij heeft meegemaakt. En Kevin zal ook niet opgeven. Arme Tom zit weer in de problemen. Maar dit is zijn favoriete verwonding. In plaats van 1 Ivy ziet hij er een heleboel. Maar niet voor lang. Kevin brengt hem terug. Nadat hij geraakt was, raakte Tom geïnspireerd.
Het zien van al die ivy's deed hem denken aan een coole nieuwe app. Die hem zeker zal helpen. Deze speciale app zal Tom knap maken. Maar Kevin stond in de weg voordat Tom het kon afmaken. Het resultaat was verschrikkelijk. De app knoeide met de realiteit en liet iets totaal anders zien. Zelfs de leraar is geschokt. Maar hij vindt het leuk. De school die Caroline zich herinnert is nu weg. Alles is zo onbekend, behalve Jackson. Zelfs de leraren zijn veranderd. De nieuwe leraar is zo groot dat hij een aardbeving maakt als hij loopt. Een atleetprofessor, kan je het geloven? Caroline voelt zich echt alsof ze in een parallel universum terecht is gekomen. Deze kerel is enorm en hij is zo sterk dat hij alles breekt wat hij aanraakt. Deze grote kerel kan Jackson zijn geld wel geven. Maar Jackson geeft het niet snel op. Hij denkt dat er niemand sterker is dan hij. Maar hij heeft het mis. De nieuwe leraar denkt dat Jackson zo sterk is als een klein kind. Hij is wel onder de indruk van de worp. Hij heeft hem zelfs de hand geschud. Nu voelt Jackson, de nieuwe leraar, zijn volledige kracht. En nu realiseert hij zich dat hij echt niet meer de sterkste is hier. Jackson is de derde sterkste. De op één na sterkste is meneer Kevin's vinger. Meneer Kevin is niet zoals hun andere leraren. Kijk maar naar zijn toetsen. Maak je geen zorgen, je hoeft niets te schrijven. In meneer Kevin's wereld zijn er maar twee cijfers. Slagen of zakken. Hij kiest de test op voorhand. Maar jij krijgt je cijfer door ervoor te vechten. Het is niet echt eerlijk. Hoewel, want meneer Kevin is nog steeds de sterkste man op de campus. Caroline heeft geen schijn van kans. Jackson heeft al gefaald. We hebben een andere strategie nodig. Hersens, geen spierkracht. Of het is voorbij voor ons. Jackson en meneer Kevin worden echte rivalen. Ze buigen, maar ze zijn ook aan het buigen. Jackson pronkt met een dure eau de cologne. Kijk eens naar die fles. Alles wat Caroline kan doen is ruiken hoe duur deze cologne is. Ze zijn prijzig en waanzinnig prijzig. Uitzoeken wie cool is, is een serieuze zaak. En alles is belangrijk. Zelfs je kastjesverdediging. Tot voor kort dat Jackson de beste verdediging. Maar de kluisjes van alle andere studenten waren in slechte staat. Caroline's kluisjes sluit niet eens, tenzij je het forceert. Dus Jackson moet haar helpen. Meestal vallen kluisjes om nadat hij helpt. Maar nu dat meneer Kevin hier is, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Over kluisjes gesproken. Die van Jackson waren altijd de beste. Maar meneer Kevin is hier om dat te veranderen. Hij kan niet wachten om te pronken voor Jackson. En hij heeft echt veel om te laten zien. Er zit een heel paleis in zijn kastje. Wauw. Yep, kijk maar. Een garderobe, videospelletjes, een enorme tv. Dat is te gek. Hoe heeft hij het daar allemaal ingekregen? Wacht, er is meer. Dit is niet zijn enige kastje. Hij heeft een reserve. Als je er doorheen gaat, kan je zien waarom Caroline's in zo'n slechte staat is. Als grote jongens zoals Jackson en Kevin je kastjes blijven doorzoeken, is het geen wonder dat het niet open gaat. Arme Caroline. Sinds ze haar populariteit verloor, is haar leven veel moeilijker geworden. Het is al erg genoeg dat deze universiteit vol zit met atleten die proteïnerepen eten. Ze zijn allemaal zo rijk. Spelen met eten is normaal voor hen. En alles wat Caroline kan doen, is ermee leven. Niemand merkt haar op. Tenzij haar grootte van pas komt. Als iemand iets moet halen van een plaats waar de sportschoenen niet passen, krijgen ze wat ze nodig hebben en vergeten dan Caroline. Het is moeilijk om onzichtbaar te zijn. Geen wonder dat Caroline boos is. Er is iets vreemds met deze bril. Zet hem gewoon af en de wereld verandert. Nee, niet vanwege Caroline's slechte zicht. De wereld verandert letterlijk. Elke student is doodsbang om een slechte foto te krijgen.
En alleen al eraan denken is pijnlijk. Jackson en Kevin moeten ervoor zorgen dat de foto's er goed uitzien. En het is interessant. Maar Caroline ziet er niet zo goed uit met hen. Ze is zo van streek. Ze wilde er echt goed uitzien. Nu huilt ze. Dus de jongens besluiten om een andere foto te nemen waar ze er beter uit zal zien. Misschien zal het haar niet weer populair maken, maar op de foto lijkt het alsof ze dat is. Nu kan ze terugkijken op haar schooljaren en glimlachen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Terug naar het heden. Jackson probeert Carolines bril uit. Er is zeker iets mis mee. Caroline ziet eruit als een atleet. Jackson is doodsbang. Kevin is al erg genoeg. Hij wil niet nog meer concurrentie. Wat is er met die bril? Is het magie? We weten het niet. Dus laten we gewoon kijken en zien. Caroline's bril verandert haar leven. En Jackson en Kevin veranderen hun eigen leven. Als ze een foto zien van een beroemdheid met een edelsteen erin verwerkt, besluiten ze dat ze ook willen laten zien hoe rijk ze zijn. Dus Jackson kreeg een diamant in zijn voorhoofd. Kevin ging nog verder en versierde zijn hele voorhoofd met edelstenen. Het is raar, maar effectief. Caroline wil ook iets om haar voorhoofd te versieren. Maar het enige wat ze zich kan veroorloven is een puist. Vond je onze nieuwe video leuk? Geef hem dan zeker een duimpje omhoog. Tot de volgende keer op TromTromTrick!